Wij zijn natuurlijk de toekomst. Wij zijn de komende generaties. Jongeren bieden meestal altijd een frisse kijk op dingen en zien wellicht dingen die oudere mensen niet zien. Ik ben Zehra Sarioslan, 23-jarige rechtenstudent aan de Universiteit Utrecht. Ik ben onlangs gekozen tot nieuw jongerenvertegenwoordiger na de Verenigde Naties. Waarom heb je juist hiervoor gekozen? Het trok me wel heel erg aan. Je bent voortdurend bezig met jongeren. Je werkt samen met jongeren, je vertegenwoordigt jongeren. Daarnaast reis je veel. En ik wilde altijd werken bij een grote internationale organisatie. En de Verenigde Naties is natuurlijk een van de grootste. Iedere jongerenvertegenwoordiger heeft een speerpunt. Ik heb gekozen voor vrouwenrecht. Dat is voor mij persoonlijk gewoon een heel belangrijk onderwerp. Ik vind dat vrouwen op de hele wereld gelijke kansen moeten hebben, niet worden gediscrimineerd, niet worden mishandeld, noem maar op. In sommige landen krijgen vrouwen niet de mogelijkheid om onderwijs te volgen. En gemiddeld wordt 40% van de vrouwen op minderjarige leeftijd het slachtoffer van seksueel misbruik. Hoe zie je eigenlijk de toekomst voor je binnen de VN? Ik weet niet of ik door blijf werken bij de VN, want dit is natuurlijk een periode van 2 jaar. Als ik daarna zou willen doorwerken, dan zou dat via het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan. Ik wil weten hoe de jonge generaties de huidige conflicten zouden aanpakken. De situatie in Syrië, hoe zou jij het doen? Ja, het conflict in Syrië het is echt een hele tijdproces. En echt bijna niemand heeft het conflict kunnen oplossen. Het is nog steeds gaande en de oorlogsgruwelijkheden zien we dagelijks nog op tv. Heel veel diplomatieke druk. Gewoon echt diplomatieke druk. En natuurlijk interfereren met de oorlog. Dat andere landen, de opposities, et cetera, gaat steunen daar. Israël en Palestina, nog zo'n uitzichtloos conflict. Dat duurt al 40 jaar en ik ben onlangs in Kroatië geweest. Ik heb gesproken met Israëlische en Palestijnse jongeren. We hebben geprobeerd om ze met elkaar in dialoog te laten gaan. Het is heel erg moeilijk. Het is echt heel erg moeilijk, want het zijn echt diepe wonden. Weet je wel, ze voelen allebei diepe haat jegens elkaar. En ik denk dat in de toekomst, dat als jongeren met elkaar gaan samenwerken, open-minded jongeren, dat er dan wel een oplossing zal komen. Maar ik denk niet met de huidige generaties en met de huidige situatie. Wereldwijde vrouwenrechten. Ik vind het recht op onderwijs heel erg belangrijk. Dat vrouwen dus de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Maar dat krijg je alleen voor elkaar als een land stabiel is. Dus niet in oorlog, et cetera, verkeerd. Bovendien zou ik me echt richten op vrouwenmishandeling. Zou ik heel veel vrouwenresoluties tot stand laten komen. Maar het is niet belangrijk dat die resoluties tot stand komen. Het is echt belangrijk dat die worden geïmplementeerd. En allerlaatst, wat is het beste advies dat je aan jongeren kunt geven? Nou, ik denk dat ze zichzelf voortdurend moeten gaan ontwikkelen. Dat ze echt hun school niet voor granted moeten gaan nemen, maar echt zichzelf moeten gaan ontwikkelen. Een diploma moeten gaan, zorgen dat ze een diploma halen. En zorgen dat ze ook iets hebben om een soort van doel in hun leven te creëren. Dat is echt het beste advies wat ik jongeren kan geven. Samen kunnen wij deze wereld vrouwvriendelijker maken. Dank u wel.